Loosjes om. Let's go. Dus, de 25 euro smartwatch. Ik heb hem nu om. Ik heb hem al... Nou, ik heb hem nu inmiddels al denk ik al een maandje, als het niet langer is. Dus dit is de smartwatch. Met de looks en alles van de smartwatch zelf en de bouwkwaliteit, daar ben ik echt super tevreden mee. Hij ziet er hartstikke keurig uit en de strap zit lekker comfortabel om je arm. Dus het is niet ervoor dat je een of andere uitslag krijgt op je huid van oh, het is zo vervelend. Dat is het niet. Het zit gewoon goed. En het is niet gewoon een leren baantje zoals je hier ziet. Er zit nog een beetje een rubberen laag omheen. Dus als je aan het sporten bent, aan het zweten, dan zit je niet met leer tegen je vel aan, maar gewoon lekker rubber. Dus dat is goed. Het dingetje wat ik wel met het ding haal, is dit bandje hieromheen. Ik heb één keer dacht ik van, ga ik even werken met deze horloge. En viel het een beetje uit elkaar. Uiteindelijk ben ik één van deze bandjes, ben ik dus verloren. Waardoor ik, dat is niet zo heel erg, maar ben ik dus verloren. En ik had eigenlijk de rest ook kunnen verliezen, als ik niet alles had teruggevonden. Ja. Dat lag allemaal verspreid over de grond. Het heeft ook nog een hartslagmonitor. Dat is het. Dat is het woordje wat ik zoek. Het heeft ook een hartslagmonitor waardoor je kan zien hoe lekker hard je hartslag aan het tikken is. Wat dus op zich best wel leuke informatie is. Ik doe er zelf niet zo heel veel mee. Maar het is altijd gewoon wel even leuk om te zien van... Oh wow, ik heb gewoon een hartslag van 150. Ik ga denk ik waarschijnlijk gewoon bijna dood. Maar toch nog net niet. En voor de rest, ik heb vergeleken met mijn Samsung mobiel. Mijn Samsung mobiel heeft ook een hartslagmonitor erop. Heb ik even vergeleken, klopt de resultaten van deze horloge wel? Of is het gewoon random mikmak wat hij gewoon erin gooit? En ik kan jullie zeggen, het werkt wel gewoon goed. Ik heb heel enkele keertje ging opeens heel specie opeens naar boven toe. Toen opeens prrrp, ging het weer omlaag. Dus dat was even een akkefietje tussendoor. Maar voor de rest werkt het best wel goed. Dus voorheen kon ik er altijd op tappen om hem aan te krijgen. Maar voor een of andere reden werkt dat niet meer. Ik heb geen flauw idee hoe dat komt, maar volgens mij was het na een firmware update. Ging hij altijd weer aan. Dan ging hij weer tikken en ging hij weer pauzeren. Hij ging telkens op die touchscreen dat water. Ging hij telkens activeren en deactiveren. Allemaal vage shit doen. Dus het werkt niet heel optimaal met zwemmen. Maar ik denk de middel, misschien is het opzettelijk gedaan. Hebben ze touch taps dingen uitgezet. En dan heb je er geen last meer van, denk ik. Ik wil hem nog zometeen weer even uittesten in het water. Dat komt zometeen in de video. En voor de rest, ik vind het best wel eigenlijk een tophorloge. Voor zover het eigenlijk gewoon doet wat het moet doen. Ik gebruik mijn eigen alleen voor stappen tellen en voor de hartslagmonitor. En als je het zo ziet, ziet het er ook nog redelijk scherp uit. En mooi overzichtelijk. Je hebt ook nog verschillende watchfaces. Dus als je dit heel lang ingedrukt inhoudt. Kun je ook nog verschillende designtjes kun je activeren. Dit vind ik nog gewoon een lelijk ding. Deze vind ik dan weer wat keuriger uitzien. En dan heb je deze. Deze is wat ik altijd gebruik. Met op app heb je ook nog veel meer andere designs waar je uit kan kiezen. En kun je ook nog een eigen design doen. Alhoewel je niet alle plaatsingen kan selecteren waar alles komt te staan. Bijvoorbeeld met batterijpercentage, voetstappen, teller en weet ik wat. Dan kun je niet zelf allemaal customizen. Daar staat vast. Maar je kan wel dan met die... uiterlijk, wat je gewoon hiernaast ziet op een video, kun je dan je eigen achtergrond op doen, wat op zich best wel leuk is. Wat ik echt nadelig vind aan deze horloge is eigenlijk gewoon de menu. Het ziet er gewoon hartstikke lelijk uit. Dus dat vind ik qua overzicht vind ik dat niet heel mooi. Het draait ook niet op Android. En als je berichten ontvangt op jouw mobiel, want je kan ook WhatsApp berichten ontvangen, dan laat hij soms niet alles zien. Dan zie je alleen WhatsApp. En de ene keer zie je WhatsApp met een... berichtje erbij. Hij heeft ook een trillfunctie erin, dus als je natuurlijk een notificatie krijgt, trilt hij ook lekker. Irritant. Is soms irritant, vooral als je per ongeluk verbonden bent met Bluetooth. Een beetje smartwatch, je ligt lekker in bed. Oh, dat ligt zo heerlijk. Oh, dan denk ik van, nou, ik ga hier nooit meer uit. Dit wordt mijn final position. En uiteindelijk... s'nachts. En dan word je wakker. Of nou, niet eens. Want je slaapt nog lekker, maar je ligt lekker. En dan moet je uit bed, omdat de klote ding weer trilt, omdat je een notificatie krijgt. Dus dat is wel een dingetje waar je even rekening moet houden. Voor de rest, de batterijduur is op zich goed. 3 tot 4 werkdagen. Of werkdagen. In het weekend doet hij het niet. 3 tot 4 dagen gaat hij mee, wat ik op zich best wel keurig vind van dat ding. En opladen is zo gedaan. Binnen een uurtje heb je hem ook weer opgeladen. Dus dat is top. Je hebt hier een knopje op de zijkant als je het schermpje wil activeren. Wat nu de enige manier is om het te activeren. Ja, WhatsApp trouwens. Ik kan je wel laten zien hoe het WhatsApp uitziet. Je krijgt het een beetje zo te zien. Dus al die berichtjes. Nou, dat is top. YouTube heb je ook allemaal. Als je een tweet verzendt, dat doet hij ook meteen. Alles wat in je notificatiebouw komt, dat zet hij ook gewoon letterlijk hierop. En ja,
Ja. Ik wil lullen, gewoon zwemmen. Oké. Loosjes om. Let's go. Al, het werkt inderdaad nu. En hij gaat niet verspringen naar alle kanten op. Dus ik denk dat die firmware update dit juist gefixt heeft. Je kan natuurlijk niet optappen en dat hij naar aangaat zoals voorheen. Wat aan de ene kant wel jammer is. Aan de andere kant niet zo heel erg. Want je kan gewoon op een kroontje klikken en dan gaat hij aan. Alleen nu verspringt het tenminste niet tijdens de zwemactiviteit. Wat wel fijn is. Dus allemaal is het best wel neat. Oké, dus wat zeg ik van het product? Ik vind het absoluut een topproduct. Het werkt alleen niet met Samsung Health, wat heel jammer is. Het heeft een eigen app wat je moet gebruiken. De fonts zien er absoluut lelijk uit. Ik had liever gehad dat ze een beetje wat moderner hadden aangekleed het ding. Maar het is functioneel en het doet eigenlijk wat je vraagt dat het moet doen. En voor de rest, stappenteller heb je. Je hebt de bloeddrukmeter. Een batterij van 3 tot 4 dagen. Een heart rate monitor, ja... Weet je, het zit er allemaal in voor €25 en het is €25, letterlijk, €25, dat is niet heel veel. Dus ik raad het best wel aan, als jij een beetje niet zeker weet als je een smartwatch wil halen, je wil niet honderden euro's uitgeven, maar je wil even uitproberen of het iets voor jou is, dan zou ik deze jou kunnen aanraden. Dus dat is mijn einddoel, doe ermee wat je wil, veel plezier ermee als je bestelt, het is op zich wel een leuk dingetje en tot de volgende keer. Subscribe als je meer wil zien. Belletjes natuurlijk meer wil zien. Volg als je meer wil zien. Je hebt al subscribe en volg gezet. Alleen ja. Dan volgen en dan gewoon like. Ja. Give a like. Doe al die dingetjes op social media. Wat de social media mensen heel leuk vinden. Zoals liken, viewen en alles. Give a like. En subscribe. Like en natte hand. En kort. Yeah. Ik mijn bril. Ik was even vergeten dat ik een bril op had. Vergeten? Ja, dat vergeet je soms. Stil.